De avond en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag, het is ongeveer 8 uur. Dat betekent dat ons kleine meid naar bed gaat. Ik ga haar eerst naar bedje leggen, daarna gaan wij lekker eten. Mijn man die is was om 7:30 klaar met werken, vandaar dat wij zo laat eten. Vanavond ga ik met mijn vriendin Temptation kijken. Die is online gekomen op Videoland, dus daar neem ik jullie mee. Maar eerst ga ik mijn kleine meid met. Nou, zoals jullie zien, ze ligt er al klaar voor. Zij krijgt altijd de laatste flesje in bed. Als ze die pakt. Ja, kijk. Die krijgt dat in bed. Omdat ze dan beter slaapt. Ze heeft altijd een muziekje aan. En sterretjes, die komen dan op het plafond. Dus haar laatste flesje krijgt ze in bed. Hoop ik dat ze daar die fles pakt. En dan gaan we eerst eten. En dan neem ik jullie zo mee als wij Temptation gaan kijken. Nou, Felien ligt eindelijk op bed. Het is inmiddels 9:45. Wij gaan beginnen aan Temptation. En wij nemen jullie mee. Die koppels kiezen ervoor om hun relatie op de proef te stellen. Als ze nu iets kunnen, dan is het gewoon 100% klaar. Ik weet waar mijn grenzen zijn. Ik kan jou ook gewoon beheersen. 2 weken lang. Oeh, dat is een lelijk meisje. Nou. En voor de zon nog eens door het mooie. Dat is geen kans. Oh ja. Ik zou je nog wat een beetje wat. Oh, gaat toch. Chaos. Oh. Maar dat is geen vers, of wel? Nee. Ik heb echt niet hoe je mee kunt doen als verleidster. Hoe dan? Hoe lang is jouw zelfrespect? Toch? Tijdens het kampvuur krijgen ze te zien hoe hun partner het vanaf brengt. Oh, dat lijkt me zo erg aan. Ik zou helemaal kapot gaan, echt. Waar zou je sowieso niet aan meedoen, maar helemaal graag. Het gaat er nou hoe dan ook uit. Kijk maar naar alles. Tuurlijk. Ook al niet door het vriend gaan of iets, uiteindelijk gaan ze uit elkaar. Het komt zo bedraaid dat het gewoon... Ze gaan daar vriend, als terug zijn in Nederland. Hoe vaak heb je dat al niet gehoord? Ja, fuck. Ja. Man. Oeh, even snel aan. Wie sta ik, hè? De blonde vrouwke die was vooral met Temptation aan het presenteren. Samen met de mooiste meisjes in de paradijsgroep. Oh, dat is toch niet die. Oh nee. Oh, wie sliep dat dag? Die Alisa Megastar of zo, die stam is. Ja. Oh, schrikkelijk. Dit is Temptation Island. Het is nog geen paar gesproken. Het is dag 1 op Temptation Island. Vanaf nu is verleiding overal. Oh, net ook die paard. Dat is toch geen verleiding, mag ik hopen? Dat hoop ik niet. De vrijgezellen worden ingeschakeld om de koppels zo meteen te ontvangen. Kom daar maar. Maar dat weten ze zelf nog niet. Elke en Arda bijvoorbeeld. Zij beginnen als eerste aan het avontuur. Huh? Oeh, die neus. Hoe gaat dat? Van allebei, oh ja. Na 1,5 jaar samen weten ze samen die neus. Als die een kind krijgt, is niet best zo hard toch? Komt gewoon een valk. Hoe is daar een valk? Of met hun havik of zo. Ja. Steeds veilig. Dat is een heel optimistisch persoon. Die is gewoon super lief en die heeft heel mooie doelen. Kom maar, Sjaan. Kom maar, echt aan doen. Oeh! Schat, Mike. Nou toch? Ja, toen ik het zag. Ik had echt een wand. Liefst op het eerste neus, Sjaan. Doei. Liefst op het eerste. Ja, pas met de karakters vol. Ja. Zijn soepje? Wauw, hoor je. Nou ja. We willen gewoon Temptation Island meedoen om te kaarten te bereizen. Dat we. Oh mijn god, dit is zo. Dit zegt iedereen. Dit gebeurt rond de 10 jaar.
We zijn nog niet super lang samen, dus dat zou gewoon leuk zijn om dat nu al. Hoe lang waren ze samen? 10 jaar toch? 10 jaar? Hè? Huh? Wacht even. Maar zei ze, ik ben nog niet zo lang samen? Ja, ik snap het niet. Dag Elke. Hallo. Dag Arda. Goeie. 10 jaar? Wat toch? Oh shit. Wat doen we dan? Oh. Ik zou hem nu al echt weten. Mm. Dat is toch net. Waarom dat te leggen? Hebben ze een beetje vertrouwen, joh? Dag Elke. Nog niet. Dag Arda. Ja, ik ben nog even niet hoor. Waar zijn jullie dan? Het is wel fucking mooi daar. Mm. Ik wil ook vakantie. Waar is ze dan? Het is zelf ook niet. Nee. Elke en Arda bijvoorbeeld. Zij beginnen als eerste aan het avontuur. Dat valt er nog veel niet op te kunnen verbouwen. Dit was zo. Na anderhalf jaar maar, samen weten ze heel goed. Anderhalf jaar. Zo, wat ze op het spel zetten. Korter als ons, schat. Maar wat zag zij met die 10 dan? Weet ik ook niet. Maar het is toch niet goed als ze om half in de nacht gaat fitnessen? Een optimistisch persoon. Die is gewoon super lief en die heeft heel mooie doelen voor ogen. En dat trekt hem ook echt aan. Bijvoorbeeld bereidingen, Temptation Island. Oh ja. Almost there. Van Leo zegt hij doet wel een maskertje met zijn vrouw, schat. Ja, toen ik haar zag, ik had echt een wow effect. En eens je haar beter leert kennen, als zo haar beeld. Ja, dat nooit. Haar karakter is gewoon echt. Ja. Wow, voilà. Mhm. Ik vind dat fucking mooie vloer, ik wil ook zo'n vloer. Nou, ja, dat is wel kijken. Ja, en wij dan? Ik wil gewoon Temptation Island meedoen om... Dat is anders. Het is gewoon een huurhuis willen hebben. Ja, maar dat boeit niet of het een huurhuis gekoopt is. Het kan ook klein leeg zijn gekoopt. Ja, maar een huurhuis hebben zo'n standaard keuken. Ik weet ook niet. Dus daar geen standaard keuken. Nee, jullie niet. Nee, precies. Hebben ze een beetje maar hier in de straat is allemaal zand keuken. Allemaal, ja, maar dat is bij ons ook. Heel haast niet. Oh nee, dat is helemaal niet waar. Nou, wel, weet niet. Ja, dat is ook tekst. Namens Annelien, aan mezelf. Ja, ja. Samarikap. Oftewel, welkom in Thailand. Welkom bij. Oh, Thailand. Zullen we in Thailand gaan? Samen, was het tijd niet. Kijk hoe fucking mooi daar is. Maar ik vraag me af, als je daar meedoet, is dat gratis? Of moet je dat voor betalen? Kijk hoe dik huis ze hebben en wat we allemaal gaan doen. Ik neem aan gratis. Ik neem aan dat je niet gaat betalen om je relatie te verkutten, of wel? Daag. Maar dat is goed dienen, maar ja, precies. Zijn er ook ding van, we gaan uit elkaar plassen om zo moeilijk ook te doen. Ja, god. Ik ben weer thee. Kijk van holy fuck je. Wat op hier al? Toen kreeg ik echt zo'n reality check. Van, ik dat is echt wel een tof. Gaf me even een beetje. En toen ben ik echt beginnen na te denken, want we waren echt heel vaak aan het sturen naar elkaar. Ik ook constant haar. Toen ben ik sturen in plaats van mijn vriendin. En dat heb ik. Oh, hij heeft een andere vriendin gehad voordat hij met haar iets kreeg. Ja. Ja, ik ook. Maar dat is meer een beetje typisch anders. Dat is zeker best. Ik vind het gewoon lekker ding. Gewoon lekker wijf. Ja. Dat is een koffie gedronken. Ik heel veel van jou. Jij heel veel van mij. Ik vind hem niet zo bij passen, jij? Ja, ik ook wel. Ja, dan maakt hij echt? Ja, eindelijk. Als hij ook niet veel van haar zou accepteren, zou het sowieso niet goed gaan. Natuurlijk niet. Snap je? Zij heeft eigenlijk een beetje iemand nodig die een beetje terughoudender is. Mm. Als zij iemand heeft die tegenvast geeft, dan gaat niet dan goed. Wij zijn anderhalf jaar samen. Ook hebben we anderhalf jaar. Jullie doen allemaal anderhalf jaar samen. Heel raar. Hij is één keer bij slapen en daarna zijn we. Waarom is het heel raar? Wij wonen ook al 2,5 jaar samen. Bij de andere kant van de wereld vliegen. Wij zijn oranje. Ja, dat is echt oranje. Nee, maar met jullie. Je komt door die poeder af. Ja, nee, maar wat is alleen nou gezegd? Hier niet. Ja. Ja, Johnny is natuurlijk een keer de fout in gegaan. Ook al, alle jongens gaan de fout in. Doei. Hij is gewoon een foutje gemaakt. Ja, ik ben helemaal aan het begin met ons. Hij was een beetje zenuwachtig, ja. Ik weet er wel van. Ja, heb ik het goed in Londen gehoord. Maar dat wil ik ook aan opwijzen, maar deze geloof ik nog niet echt. Dat zeggen ze allemaal. Ja, gewoon schommigheid. Dus ja. Opskirts vind ik niet zo heel... Nee, een beetje... Een beetje mislukt. Mm-hmm. Ja, dan ben ik heel niet helemaal af is. Ja. Dus al na 4 jaar... Dat is halverwege gezond. Ja, alsof het gewoon...
Javes. Dat was gewoon echt nummer. Maar die kwam minder. Zie je dat? Bij die andere kant zag je echt gewoon alsof hij dat vergeten is. Dus die andere. Oh, waar zie je de accentjes zitten? Waar? Hier aan de zijkant, dat is bij mij. Ja. Ik ben beïnvloed die aan de relatie. Als ik maar los heb wel. En lijkt toch wel heel erg mee te zitten? Nee? Nee. We hebben haar wel heel goed net. Iedere dag? Waar merk je dat aan? Ja, met alles. We moeten er wel op letten. En ik vind verder in onze relatie zit alles echt wel goed. Zie je daar bovenin? Ja. Zit gewoon vaker nog in de weg. Gewoon echt onnozele dingen. En daarom kan Temptation Nemers er wel aan helpen. Denk je dat als je eenmaal de foto bent gegaan? Dat is dat dan weggaan. Dat weet ik ook niet. Niks meer. Volgens mij zijn we niet de zilverzand trang in het trein. Ik wou het niet. Dat is dit ook, hè? Nee, dat is wel. Als er echt standjes zijn, dan vind ik ze niet eens mooi eigenlijk. Laten we zeggen. Zijn mooi van die pieken onderin. Gekocht kan worden? Ja, zijn voor mij mooier. Ja. Netjes aan de bar blijft zitten terwijl je vrienden zich begeven en zich vermaken in de privékamer. Er zijn nog van die balletjes. En nee, die mag ik niet. Wat voor je? Mag ik zo van die gentleman die je moet betalen. Flesje niet. Tepeltje. Ja. Sauna clubs zijn dat. Is dat een huis of wat? De sloeg van sauna, maar de grote. Deze zijn helemaal niet lekker. Dan in ieder geval met die maat van mensen, DJ, gaan al jaren. Die smaakt echt raar. Dus voor mij is dat gewoon helemaal. Beetje is dat een huis of wat? Ja, dank het. Oh. Ja, wat denk je zelf, vriendin? Dan moet je naar de kerk gaan. Ja, precies. Moet je naar de kerk gaan? Nee. Het gaat goed, schat. Ja. Ik ben een beetje aangekomen. Dank je. En ik dan? Vrienden, dan heb je bakken steeds. Dat is eigenlijk gewoon zo'n zaadmuggetje daar. En weet je wat, je staat tegenaan. Heb ik het wel even. Ja. Maar heb je met Aline nog? Ja, schat, die staat daar op de zwang. Alleen is het wel een temptation. Als ik iemand beter wil krijgen. Alleen dat. We gaan ons vermaken, ja, we gaan ons zeker vermaken. Nou, ik was de vlog vergeten af te sluiten, dus die ga ik nou even doen. Ik heb heel veel vragen gekregen over een ochtend- en avondroutine. Maar het leek mij leuk om dat in een aparte video te doen. Omdat je anders zo'n rommelige video krijgt. Dus ik ga een aparte vlog maken over de ochtend- en avondroutine. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Als je hem leuk vond, doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Als jullie vragen hebben of ideeën hebben over een volgende video of vlog, dan laat het even in de reacties weten. En dan hoop ik jullie volgende keer te zien. Doei doei!